Ze kreeg al meerdere grote medailles om haar nek gehangen en is vastberaden om er nog veel meer aan toe te voegen. De 19-jarige Elisa Dul valt op in de schaatswereld. Ze is officieel nog een jeugdschaatser, maar ze mag zich door haar prestaties ook al meten met de grote namen. Maar toen Elisa voor het eerst de schaatsen aantrok, was het maar allerminst zeker of ze de ijzers nog een keer zou onderbinden op het ijs. Ja, ik had schaatsen geleend van mijn tante en die waren echt hartstikke bot, dus dat ging niet zo makkelijk. Wat dacht je toen? Als dit schaatsen is, dan weet ik niet of ik dit wel leuk vind, maar al snel werden mijn schaatsen geslepen door mijn trainer en het ging het eigenlijk gelijk al steeds beter. En het was er sowieso niet van gekomen als een buurmeisje haar niet had gevraagd om een keer mee te gaan skileren in de straten van Oene. Want vanuit daar ontstond de liefde voor de schaats. Ja, in de winter kan je natuurlijk niet skileren. En ik vond het eigenlijk wel jammer dat ik dan niks te doen had. Dus toen ben ik zo bij de ijsclub geraakt. En van het een kwam het ander. Elisa bleek talent te hebben en dat niet alleen. Ook een flinke portie doorzettingsvermogen. Want waar vriendinnen gaan stappen, is het voor Elisa natuurlijk trainen en nog eens trainen. Je ziet ook wel dat leeftijdsgenoten op een gegeven moment dan toch afhaken. Omdat ze het inderdaad toch wel moeilijk vinden om die keuze te maken. Maar ik vind het schaatsen zo mooi dat ik het echt voor over heb. Dus is het voor Elisa geen straf om dagelijks haar spullen te pakken op weg naar de ijsbaan in Heerenveen. De sprintster werkt daar met haar ploeg een slag in de ronde. Sprint voor sprint. Go! Start voor start. En al dat harde trainen is niet voor niets. Ze wil namelijk de jeugd een voorbeeld geven. Waar ze nu nog roepen dat ze de nieuwe Sven Kramer of Jorien ter Mors willen worden, moet dat echt anders. Dat ze natuurlijk dan zeggen van ik word de nieuwe Elisa Dul. Misschien gebeurt dat al wel na het Olympisch kwalificatietoernooi volgende week. Al verwacht ze daar nu nog geen podiumplaatsen. En over 4 jaar, dan moet het echt gaan gebeuren. Dan wil de sprinter uit Oene wel op de Spelen staan. Maar hoe groot is die kans? Ik denk groot. Ja, zij hoort bij de 3 beste van Nederland op dit moment. Ja, over 4 jaar hoop ik er natuurlijk wel bij te zitten. En dan kan ze misschien wel de mooiste medaille ter wereld toevoegen aan haar prijzenkast.